Welkom bij het taligste taalspel van Nederland, Lingo! En vandaag in die mijn broer en zus Jan en Anita. Jan is accountant en Anita WMO-consultant. En in team T schoonzusters Danielle en Dorien. Danielle is verpleegkundige en Dorien fysio- en manueeltherapeute. Een enorm applaus voor uw eigen lingotherapeut, Lucille! Een hele goedenavond allemaal. Leuk dat u weer kijkt naar Lingo JP. Ik heb er weer zoveel zin ik ook, in. Ik ook. Heerlijk. Allemaal nieuwe 10-letterwoorden hebben we. Leuke, spannende 6-letterwoorden. En we hebben natuurlijk hele spannende kandidaten. Ook dat nog eens een keertje. Want die komen uit bijzonder kleine dorpjes. En zeker als het gaat om team 1. Jan, vertel eens, wat is jouw woonplaats? Ik woon in Oldenzijl. En nou denk je, Oldenzaal is iets heel anders. Dat is vrij groot nog. Ja. Hoeveel mensen wonen er in Oldenzaal? Er wonen ongeveer 100 mensen in Oldenzaal. Dus dat is niet echt groot meer te noemen. Nee? Nee. Wat heb je dan allemaal? Een kerk en een school en vooral veel koeien. Dus het hoogtepuntje van Oldenzaal is? Laten we het maar kerkje noemen, hè. Het kerk, is het een mooi kerkje? Dat is een heel mooi kerkje. Eentje uit 1100. Dat is een van de oudste van Nederland. Oh, maar kijk, dat dus is dan weer een plus. Dus je moet echt komen kijken. Ja, dat is dan wel weer een pluspuntje van Oldenzijl. Ja. Dus de meeste mensen komen ook naar die plaats toe om het kerkje te bekijken. Om het kerkje te zien, hij is vrij bekend. Goh, ik ben helemaal nieuwsgierig geworden naar het kerkje. Ja. Ik denk u thuis ook. Kom gauw. En doe ik. Nee, doe ik zeker. En Anita, en jij, waar kom jij vandaan? Uithuizermeden. 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 Ik dacht Uithuizermeden. Uithuizermeden. Nee, één woord. En waar ligt dat dan ongeveer? Vlak bij Oldenzijl. 3 kilometer. Okay. Er ligt er 3 kilometer verderop. En wat is er in Uithuizermeden dan zo leuk om te zien? Nou, wij wonen vrij en blij, dus daar gaat het maar eigenlijk om. En als ik achter in de tuin sta, dan heb ik uitzicht op de Eemshaven. Prachtig. Dus daar is op zich niks mee. En het spoor. Het spoor? Ja. De kroeg. De kroeg. Is er een kroegje? 2. Er zijn 2 kroegjes! Yes. Wat leuk! Ik wens jullie succes. Jullie hebben een prachtige promotie. Ja, Danielle, bij jou is het een andere koek, hè? Ja. Want jij komt uit? Heemskerk. Ja, dat is natuurlijk prachtig, hè? Prachtig Noord-Holland. En waarom gaan we met z'n allen naar Heemskerk? Wat wordt er nou veel bezocht in Heemskerk? Nou, ook de kroegen, maar... Nee, Heemskerk is gewoon heel mooi. Het ligt heel centraal. Vlakbij zee, duinen, ja. Strand. Dus ja, wat wil je nog meer? Dus dat zal wel de trekpleister zijn, denk ik, hè? Ja. Het strand en de duinen, Heemskerk, ja. En Dorien, en jij? Ook uit Heemskerk. Ja. En ja, voor ons is Heemskerk... Ik ben echt de Ezelin. Zo heet iemand die in Heemskerk geboren is. En getogen. Ja. En we hadden het net even over de kroegen, inderdaad. Vroeger was Heemskerk helemaal uitgestorven. En nu, ze komen uit de wijde omgeving bij ons kroegentocht houden. Het is heel gezellig geworden. Het Wat centrum leuk. Van Heemskerk. Ja. Nou, het wordt een dagje. We moeten een soort van tienertour weer gaan doen. Dat moeten we doen, Lucille. Ik wens jullie ook heel veel plezier. Team 2! En de Lingoballen komen uit Phoenix, Arizona in de USA. Ja, de oneven ballen. Die gaan naar Jan en Anita. 8 verdwijnen er van de kaart. Danielle en Dorien, jullie krijgen de even ballen. En ook hier verdwijnen er 8. Dan is het een hele eer, Jan, nu je dit weet van de Lingoballen. Ja, jij mag beginnen. Doe hem goed. Puzzel. P-U-Z-Z-E-L. Peuter. P-E-U-T-E-R. Paaien. P-A-A-I-E-N. Pannen. P-A-N-N-E-N. En dan moet het wel pakken zijn. P-A-K-K-E-N. Ja, want dan mag je ze pakken. Dat dacht ik. Nee, je mag ze nog niet pakken. De zesde beurt gaat naar team 2. Passen. P-A-S-S-E-N. Ja, we hebben ook wat kandidaten hier in het publiek zitten. Yeah! En de bal mag gepakt worden. Yes. Ze komen van ver, dus voorzichtig. Danielle. Oh! Yeah! De allereerste bal. En Dorien, de 2. Oh nee, je mag er nog eentje mag pakken, Danielle. Excuses, eentje? Natuurlijk mag jij er eentje pakken. Groen. 68. 68.
en Dorien. Vraagteken. Welke mag er verdwijnen? 40. Oké, je mag door. Dorien. Radium. R-A-D-U-I-U-M. Roepen. R-O-E-P-E-N. Ritsje. R-I-T-S-J-E. Raspen. R-A-S-P-E-N. Rillen, R-I-L-L-E-N. De zesde beurt voor Jan en Anita. Riblab, R-I-B-L-A-P. Heel netjes. Anita, wat heb jij? Nummer in je handen. 35. Nummer 35. En Jan? Een vraagteken. En dan verdwijnt? Ik kan niet goed lezen. 43. Ban nummer 43. Is dat de middelste? Ja. Dat is de middelste, ja, heel goed. Oké, jullie mogen door, Jan. Beauty, B-E-A-U-T-Y. Bellen, B-E-L-L-E-N. Beelden, B-E-E-L-D-E-N. E-N, ja, die N past er niet op. En beelden op deze manier, JP, volgens mij klopt dat, hè? Ja, oké. Bedrag, B-E-D-R-A-G. Dat is nu nog 25 euro. Bereikt, B-E-R-I-K-T. Bereikt op deze manier, volgens mij is dit niet goed, JP. Misschien iets van de koeien in Oldenzijl, maar niet hier bij Lingo. Het spijt me. Dan blijven wij in de vijfde beurt en gaan wij naar Danielle. Bevrijd, B-E-V-R-I, lange I, D. Nee. Zesde beurt, weer terug bij jullie, Jan, Anita. Beveel. Beveer. B-E-V-E-E-R. Maar dat is weet ik niet. Nee, dat is denk ik ook niet zo heel erg veel, JP. Dat is helemaal niks. Oké. Nou, weet je wat we dan doen? Dan laten we gewoon de oplossing zien en gaan we gewoon door met het maken van een nieuw woord. Bevers is de oplossing. Eerst nog even het 10-letterwoord. Ja, de teams staan gelijk. Het is niet meer moeilijk. Zeg het maar, Jan. Zuidoosten. Zuidoosten, ja. Yeah. Kijk, het was natuurlijk heel leuk om... Ja, het Zuidoosten. Het was natuurlijk heel leuk om te horen over de woonplaats van onze kandidaten van vanavond. Maar vanavond gaat het in Lingo over het beroemdste plaatsje in Nederland. Net ten zuidoosten van Den Bosch. Berucht door zijn nieuw kidshangjongeren. Oh ja, ja, natuurlijk. Maaskantje. En dat staat centraal in Lingo. Oké, Jan. Ja. Tukken, T-U-K-K-E-N. Tehuis, T-E-H-U-I-S. Toeval, T-O-E-V-A-L. Ja. Anita, die komt er soms even niet uit. Die ziet het niet helemaal. Dorien? Enig idee? Dan Tenger. T-E-N-G-E-R. Ja! Oké. Eén groene bal. Nog twee in de bak. Vier. Bal nummer vier. En Danielle. Vierentwintig. Oké. En je mag door. V. Verder. V-E-R-D-E-R. Vreemd. V-R-E-E-M-D.
Vrolijk, V-R-O-L, lange I-K. Er wordt gekraakt hier, aan mijn linkerzijde. Oh, chips. Mag ik ook zeggen, hoor? Ja. Violet, ja. V-I-O-L-E-T. Dit is toch een bizarre situatie. Anita die drukt op die knop en die denkt, waarom heb ik eigenlijk gedrukt? Ik weet het niet. Oh, chips. En Jan die kopte er maar eventjes in. Ja, een geweldige bal met z'n tweeën. Wat een teamwork. Dat bedoel ik maar. Nou, Anita, pak jij dan maar als eerste een bal. 31. Levensgevaarlijk was dit. Nummer 7. 7. Jan. Ik schat 31. Maar dit is 19. Okay. En 19. Oké. Okay. €110 hebben ze. Ze mogen door. Anita. Gelukt. G-E-L-U-K-T. Gezind. G-E-Z-I-N-D. Gevels. G-E-V-E-L-S. Gokken. G-O-K-K-E-N. Gespen, G-E-S-P-E-N. Goed zo, Anita. Nummer 63. 63. 31. Goed. Nou, zo zie je maar. De volgende bal, Jan. Ik denk toch 23. Ja, die strepen we weg. Daar heb je weer een kansje bij. We gaan naar het drieletterwoord. Ik zal het lukken. Filmversie. Jan, ben jij al geweest naar deze film? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Nog niet gezien? Nee. Oh, ik wel. Ja, hoe was die? Nou, echt met zo'n bak popcorn en een colaatje erbij. Nou, ik moet je zeggen, ik heb af en toe wel gelachen, maar ik denk dat het meer een mannenfilm is, gek genoeg. Oké, okay. Want we hebben het natuurlijk over Maaskantje met zijn nieuw Kids. Turbo die, Kids. Eerst een hit was het op internet, daarna was het op tv een hit. Nu de filmversie, een enorme hit, New Kids Turbo. En er komt zelfs een Duitse versie aan. Niemand fikt met Maaskantje. Zo heet hij. JP, ben jij al geweest of ga je hem in het Duits bekijken? Ik ga hem in het Duits bekijken. Dat dacht ik alweer. Ja. Goed zo, natuurlijk.